Goedemorgen, middag wilde ik al zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zoek mezelf er even bij. Jullie reacties zie ik al. Even vergroten. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan nog net zo op het nippertje. En zo. De muis even aan de kant. Goedemorgen. Gezellig dat jullie meekijken deze zondag. Nou ja, ik zou zeggen zonnige zondag, maar dat was hier maar van korte duur. Nou ja, van korte duur, maar tot een uur of 10:30. We hebben erg slecht weer, dus ik hoop dat ik in de lucht blijf hangen. Maar dat gaan we zien. Ik ga mijn best doen en... Mocht de boel eruit vliegen, dan komt het door het weer. We gaan het zien. Ik ga vast beginnen. Goedemorgen iedereen. Ik ga aan de slag vandaag met de Kit Display Mallen. Die hebben jullie al eens eerder voorbij zien komen. Ik ga even in het kort vertellen wat er in die Display Mallen zit. Er zitten twee van die hele mooie stencils in. Van die tekenstencils. Waar je twee hele mooie Display Mallen van kunt maken. Ik ga zo ook nog even in kort uitleggen hoe je die in elkaar zet. En het zijn twee echt hele leuke modelletjes. Net weer even een ander soort kaartje, anders dan anders. En nou ja, Monica heeft hem natuurlijk al live gedaan. Volgens mij hebben jullie hem bij Jolanda ook al voorbij zien komen. Maar ik ga hem ook nog even uitleggen straks. Eén van deze twee. Ook zit in die kit een heel leuk standsetje. Wat zit er in dat standsetje? Nou, dit leuke hekje. Ik had hem nog even schoon moeten maken, zie ik, van het papier. Er zit een heel leuk hekje in. Nou, hekjes die zijn natuurlijk altijd leuk voor kleine scènes te maken en tafereeltjes. Ik vind het echt super schattig. Er zitten hartjes bovenin. Echt wel een favoriet hekje. Nou, er zit een heel leuk grasrandje in. Nou, grasrandjes zijn natuurlijk altijd leuk. Die kan je ook weer leuk zo, het hekje. Nou, ga ik straks een leuk klein tafereeltje van maken. Goedemorgen allemaal. Dit is het grasrandje. Echt heel schattig. Nou, ik ga straks alle stansjes ook nog wel even laten zien. Ik heb ze allemaal uitgestanst. Er zitten twee wolkjes bij. Nou, dat wordt natuurlijk ook ontzettend leuk. Nou, als je die er dan weer boven plaatst, heb je zo in een handomdraai al een hele leuke tafereeltje opgebouwd. Een gietertje. Dit is een steeltje van een bloem. Bijvoorbeeld de tulp, die kan je erop maken. Nou, dit is ook een bloemetje. Dit is ook nog een steeltje. Nou, daar zou je ook bijvoorbeeld de tulp wel op kunnen doen. Maar ik vind de tulp weer beter bij dit blad passen. Want tulpen hebben vaak dit blad. Maar goed, hè, wees creatief. Dit bloemetje zit erbij. En dit is ook een bloemetje. Waarvan dit dan weer het hartje is. Die kan je daar dan weer instoppen. Dus er zit best ontzettend veel leuke stansjes in. Waarmee je dus een heel leuk tafereeltje of een hele leuke scène kunt maken. Nou, dat zijn dus drie dingen die in die kit zitten. Die kit kost normaal €22. En die shop je nu voor €16,99. Ik moest even spieken. Ook zijn de magneetvellen weer terug in de webshop. Die zijn heel lang op geweest. Die liepen als een trein. Maar ze zijn weer op voorraad. Dus mocht je misgegrepen hebben de vorige keer, dan ze zijn er nu weer. En ze staan in de webshop onder opbergmaterialen, geloof ik. Ik zet hem straks na mijn live nog even in de groep wel met een link. Nou, laten we beginnen. Goedemorgen, goedemorgen. Gezellig dat jullie nog aanhaken. Geen probleem, Patricia. Ik ben nog eigenlijk nergens. Ik ben nog niet begonnen. Nou ja, ik ben wel begonnen, maar nog niet met mijn kaart. Dat ga ik nu doen. Ja, zon en regen. Ik zat vanochtend lekker buiten. Ik denk, ik ga nog even lekker genieten.
Maar het kwam heel hard opzet. Het is hier ja, onweer en in regen en rare hageldingen en zo. Nou goed, ik heb gekozen voor deze. Deze is gewoon recht in het midden. Maar je hebt ook deze met dat ja, soort wolken. Ja, ik noem het een wolkje aan de bovenkant. Die vind ik ook echt heel leuk. Maar ik heb nu vandaag gekozen voor deze. Die heb ik gewoon omgetrokken. Nou, dat is met een tekenmaal natuurlijk vanzelfsprekend. En uitgeknipt. En even mijn snijmat erbij. Want als ik mijn bureau snij, dan heb ik een scheur erin. Dat moeten we niet hebben. En wat doe je dan? Nou, jullie hebben het waarschijnlijk al wel gezien. Maar ik ga het toch nog even een keertje uitleggen. In deze maal zitten allemaal rillijnen, zoals je ziet. Nou, wat ga je dan doen? Je rilt eerst deze. Dat is de bovenste. Dan kom je hier nog een rillijn tegen. Die ga je ook rillen. Kijken of ik hoog genoeg zit. Ik zal een beetje hoger. Dus deze ril je. Dan ril je deze. In de webshop staat ook een foto waar die heel handig beschreven staat hoe je hem rilt en vouwt ook nog hè, erbij. Dus dat is wel, wel heel handig. Dan komt deze. Dit is ook een rillijn. Die ril je ook. Ik heb hem al gerild, dus ik doe hem nu niet nog een keer. Maar deze. Dan heb je dit vakje. Dat is een matlaag voor je designpapier. Die gaan we straks even tekenen. En dan komt er nog een lijn. Waarbij de twee kleine stukjes rillijnen zijn. En het middelste stuk is een snijlijn. Nu heb ik die eerst wel gerild. Want ik ga hem even snijden zonder het stencil erop. Dus ik heb die onderste, die laatste waar een rillijn staat, heb ik wel helemaal gerild. Maar die ga ik nu snijden. Nou, dat is heel simpel natuurlijk, dat snijden. Je ziet precies dus van waar tot waar die moet. En dat staat hier ook gewoon goed aangegeven. Dat stuk snij je uit, zodat die daar straks doorheen gestoken kan worden. Het blijft hier maar onweren. Oh, dat snijden doe ik natuurlijk niet met een potlood. Goedemorgen. Goed. Ik vouw altijd met de bult naar buiten, maar hoorde pas dat het juist omgekeerd moet om scheurtjes te voorkomen. Oh, van ik moest even nadenken, Angela. Ja, de rillijn bedoel je. De bult naar buiten, zo. Oh ja, zo die kant op. Ja, inderdaad. Ja, nou ja, goed, maar kijk. Ik heb nu alle rillijnen dezelfde kant. En ik ga ze straks wel wisselend vouwen. Dus als je niet te hard doorrilt, moet dat wel kunnen. Maar inderdaad, als je dan een bepaalde kant opvouwt, dan kan hij inderdaad wel scheuren. Ja. Nou zit ik er dus niet met mijn hoofd boven. Draai hem wel even om. Ik trek hem toch even een beetje naar me toe, want ik moet wel even zien wat ik doe. Want anders dan heb ik hem straks scheef natuurlijk. Ik zet de liniaal er even bij langs. En ik ga dan over die rillijn. Ja, zie, daar ga ik al. Ik zit er niet recht boven. Nou, pak zo meteen mijn andere wel. Ik heb er nog één in elkaar gezet al. Snij je dan het stukje in. Nou, zo, ik ben nu scheef gegaan. Dat geeft niks, want ik heb er hier nog één liggen. Die had ik al in elkaar gezet. Die pak ik er dadelijk even bij. En wat ga je dan doen? Nou, dit eerste, daar maak je een dalvouw van. Dus deze vouw je deze kant op. Even goed doorrillen. En van al die andere vouwen maak je bergvouwen van. Dus die gaan omhoog. Deze gaat omhoog. En dan gaat deze. Die doe je ook dezelfde kant op. Zie je, dat ziet er heel gek uit. En dan deze, dat laatste stukje zit aan de zijkant. Die zit er natuurlijk ook nog. Die doe je ook. Dus het ziet er heel gek uit aan. Zeg maar, hier zie je dan als het ware dus die dalvouw. En deze zijn allemaal dezelfde kant op. Nou, wat gebeurt er dan? Je pakt je bovenkant. En die ga je door dat gleufje heen doen. En dan zul je zien dat die dus perfect er op deze manier uitziet. Zien jullie dat? Nou, ik heb hier een misser. Deze gaat even aan de kant. Ik pak mijn andere erbij.
Maar is dit duidelijk? Jullie begrijpen hoe die in elkaar moet nu? Denk ik, hoop ik. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk uitgelegd heb. Nu heb ik ook al een designpapiertje op, maar daar trekken we ons gewoon niks van aan, van dat designpapiertje. Die komt gewoon aan de achterkant. Ja, helemaal duidelijk. Hartstikke goed. Nou, ik haal hem nog even uit elkaar. Nou, scheur ik deze ook stuk. Nou, hij gaat lekker met mij, zeg, vandaag. Ik ga hem gewoon overnieuw doen, want dit kan zo niet natuurlijk. Dat heb je, hè. Helemaal te vlug willen. Ik ga hem even helemaal overnieuw doen, want ja, hij moet natuurlijk wel heel in elkaar. Dan trek ik hem straks als ik snij even naar me toe. Dan doe ik dat even buiten beeld, want dan gaat dat recht. Zo. Nou, een rilpen. Dus deze rillen we. Ik ril ze eigenlijk eerst even allemaal. Deze ril ik. Deze ril ik. En ik ril deze ook, maar dit onderste stuk snijden we straks ook nog even. Ja, soms heb je even pech, hè. Dat gebeurt iedereen. Ik denk, ik ga zo snel mogelijk in de hoop dat ik er dan niet uitvlieg. Maar nou, we gaan het zien. Het weer is nu iets rustiger weer, dus... Hopsakee. Nou, dan knippen we even langs de contouren. Zo'n leuk modelletje. Met knippen ben ik altijd even helemaal stil. Dat weten jullie inmiddels. Ja, nou ja, ik kan in de stress schieten, maar ik geloof dat ik er niks mee opschiet. In het begin had ik dat wel, hoor. Maar ja, nou ja, nu ook wel een beetje, hoor. Dan denk ik, baal ik. Dan denk ik, dan weer door. En dan gaan mensen kijken dat ik nog een keer overnieuw moet. Maar goed, jullie hebben nu gewoon een leuke herhaling van hoe die in elkaar moet, toch? We doen gewoon net of het eerste niet gebeurd is. En we gaan gewoon hier weer vrolijk verder. Ja hoor, dat kan gebeuren. Ik hoor wel eens van mensen, nou, maar bij jou gaat altijd alles goed, hè? Nou ja, dan zie je maar dat dat dus gewoon absoluut niet waar is, hè? Ook bij mij gebeuren dat soort dingen. En ook vaker, hoor. Er belandt gerust wat in de prullenbak hier, hoor. En het is mooi als alles live goed gaat, natuurlijk. Maar ja, het is en blijft live, hè? Dus dan hou je dat. Nou, dan trek ik hem nu even naar me toe. Nee, toch? Is niks gebeurd, Patricia, toch? Dus dat dacht ik ook. En dan snij ik hem even een beetje buiten beeld. En dan zit ik hem met mijn hoofd boven. Want ik moet hem nu wel even goed snijden. Drie keer de scheepsrecht. Dus er zal nog iets gebeuren dadelijk. We gaan het zien. Even kijken. Nou, die zit erin. Hartstikke idee. Zien jullie dat? Hartstikke mooi. Nou, dit is dus een dalvouw. Gewoon rustig nog een keertje. De tweede is een bergvouw. Ik heb hem niet zo hard doorgerild, zie je? Ik moet even goed kijken wat ik nou doe. Ik denk nu wel aan slaan van, oh jee, is het nou maar niet weer misgaat, dan moet ik nog een keer. Meestal heb ik ook meerdere dingen al klaar liggen en voorbereid, hoor. Maar nu dus niet, dat is meestal zo, hè. Oh, nog in de tuin, oh jeetje. Nou, dat hebben we, ja, dat heeft mijn man vanochtend ook nog even gedaan, maar dat kan hier nu niet meer. Nou, en dan de laatste, voorzichtig. Zo, nou, en dan had ik net al laten zien hoe die in elkaar moet. Je schuift hem hier doorheen. En dan trek je hem aan. Ga ik nu even niet doen, want ik
Ik ga hem nu eerst beplakken. Dan trekken we hem er straks in één keer doorheen. Zo. Maar goed, je krijgt dan dadelijk dus, als hij in elkaar zit, ziet het er zo uit. Deze had ik ook kunnen gebruiken. Had ik dit aan de achterkant kunnen doen. Maar dat vind ik zo zonde. Dan heb je een kaartje die kapot is. Hij ziet er straks zo uit als hij staat. Het is een super leuk modelletje. Hij blijft ook gewoon staan. Zorg dat je niet te veel op de bovenkant plakt natuurlijk. Want dan gaat hij een beetje schommelen. En als je hem nou op wil sturen. Dan kan je hem dus uit elkaar halen. Maar je kan ook zeggen van. Je vouwt hem daarin. En je stopt hem zo plat in de envelop. Dan is het een kwestie van deze even terugschuiven. Oh, nou, hij zit nu niet vast nog. Maar... En dan kan hij ook zo weer staan. Hier, dan krijg je hier nog een extra vouw in. Zo kan hij plat in een envelop. Dan hoeven mensen hem zelf niet in elkaar te zetten. En als je hem dan weer terughaalt. Dan kan hij gewoon nog staan. Dus dat is de tip van de dag. Nou, het snijden is gebeurd. Ik leg mijn mat even aan de kant. Dan gaat hij ook niet zo vaak scherp stellen. En ja, het was hier ook heerlijk. Het was ook warm en de zon was erbij. We zaten lekker buiten, maar ineens echt kwam heel hard opzet. Het sloeg heel hard om. Ik zie nog wel wat wolken. Maar, nou, ik heb dus gekozen voor het Prima Ballerina papier. Ik weet niet of jullie dat kennen. Prima Ballerina, dat staat ook in een Hobby's webshop. Ik heb niet alle papiertjes meer, want ik heb er al heel veel van gebruikt. Maar het is een hele mooie, heel mooi designpapiertje met mooie zachte tinten. Nou, die ga ik hiervoor gebruiken. De matlaag had ik al gedaan. Jullie weten wel hoe zo'n tekenmaal werkt. Je tekent dan het tweede lijntje, of als je het mooier vindt, dan doe je de allerkleinste, dat mag ook, dat kan ook. Die trek je om en die knip je dan uit. Nou, die gaan we even, dit papier, ik ben niet zo van het distressen en beinkten, maar ik ga hem nu wel even een beetje distressen. Ja, het zou ook erg warm worden. Nou ja, als de zon ook schijnt, maar... Zo. Die komt hierop. Ik zet hem toch vast in elkaar. Even kijken hoor. Plak ik hem in elkaar als hij in elkaar. Plak ik hem in elkaar als hij in elkaar zit. Nou, dat is ook weer een rare zin. Ik ben wel lekker bezig vandaag, mensen. Zo. Het is toch iets handiger. Dan zie ik wat ik doe. Deze komt hier. Gewoon met lijm. Ja, de zon komt door. Oh, daar is hij weer. Lijmflesje verstopt. Het gaat lekker vandaag, zeg. Nou, goed. Zo. Kijk, leuk, dat bloemetje in het hoekje. Dat is toch super. Nou, dan wil ik hier ook nog een strookje op. Die had ik nog niet geknipt. Die gaan we nog even knippen. Die kunnen we natuurlijk ook gewoon even snijden. Met de stansmachine, met de snijmachine. 14,5 bij 2,5. Even mijn lijm uit de zon halen, want nu schijnt de zon. Ja hoor, ja, dat zeker rustig blijven. Geen stress krijgen, want dat is niet goed hè. Zo, doe ik in hetzelfde kleurtje. Ik ga hem even plat neerleggen, dan kunnen jullie dat beter zien. Hier. Die komt hierop. Het is
spreekt ook voor zich. Hè? Dat is, nou, ze staan er twee keer op. Dit maatlaagje en dit maatlaagje voor- en achterkant. Nou, ik ga eerst de voorkant even maken. En, ja, ik had vanochtend eerst al helemaal geen wifi. Dus ik denk, nou, dit wordt weer een feestje vandaag. Maar ik ben in de lucht. Gelukkig. Zo. Nou, kijk eens hoe gezellig dat er zo al uitziet. Het is toch zo alleen al een feestje, hè? Met die met het designpapier erbij. Nou, wat vond ik nou leuk? Ik heb natuurlijk jullie de standset laten zien die erbij zit. Ik heb hem neergezet. Ik heb hem ergens neergezet, neergelegd. Geen idee. Ook weg. Alles is weg hier vandaag. Geen idee waar ik die zo hard neergegooid heb. Nou, het moet niet gekker worden, toch? Hij is gewoon weg. Even zoeken. Nou goed, hij is weg. Ik had dus die standset net aan jullie laten zien. Gaat echt lekker hier. En er zit dus het hekje in. En die leuke grasrandjes. Die gaan we even verwerken op twee hekjes. Maar dat wordt een beetje te veel van het goede. De wolkjes. Nou, de hele standset is gewoon weg. Hele part. Ik heb heel veel wolkjes uitgestanst. Want ik weet niet hoeveel wolkjes ik ga plaatsen. Ik gooi gewoon mijn bakje even op de kop. Nou, ik had jullie laten zien dat die leuke gietertjes erin zaten. Die heb ik in verschillende kleuren ook uitgestanst. Gaan we even kijken wat leuk is. En die bloemetjes gaan we in elkaar zetten dadelijk. Dus dat ook gezellig. We worden weer een mooie fleurige boel van. Die daar even. Kijken of ik die niet kwijtraak. Nou, hocus pocus. Echt heel apart. Nou, ze komen vast weer boven water. Nou, ik heb dit een beetje in een groen tint gedaan die ook weer in het designpapier zit. Dit is ook een papiertje wat erbij bij dat designpapier hoort. De achterkant staan leuke ballerinetjes, maar dat past er dan weer heel leuk bij. Dus die gaan we hier leuk op het randje verwerken. Ik denk dat ik gewoon twee leuke randjes met, hoe noem je dat, met gras doe. En achter de ene zet ik het hekje achter. En je kan hier zulke leuke tafereeltjes mee opbouwen. Ze zullen zien, laat ik het bovenkantje vrij. Ik doe alleen lijm op het onderrandje, want dan kan ik er nog wat tussen steken. Hebben jullie ook last van mijn zon? Want de zon die schijnt er nu weer door, zie je. Ik heb het gordijn open. Meestal heb ik mijn gordijn dicht. Ja, dat kan, Toos. Is het bij bestelling. Ik moet zo even kijken. Ik geloof dat het dan is. Ik kijk even mee. Kiezen voor ophalen. En dan bij opmerkingen even goed vermelden dat het samengevoegd moet worden met het order. Ordernummer van vanochtend. Ik kijk zo nog even voor u na. Ik geloof dat ik het zo goed zeg, maar ik wil niet iets verkeerds doen. Dus ik weet niet of er iemand online is van ons team die even misschien mee kan helpen of kan kijken. Nou kijk, dat hekje maak ik een beetje bol. Dat hebben jullie net gezien. Ik doe dat gewoon een beetje zo. Maar je kan het ook even met je pen of zo doen, zodat het een beetje mooi rond wordt. En dan zetten we hem ertussen. Op deze manier. Vind ik wel heel grappig. Maar ja, zonder diertjes vind ik natuurlijk heel saai. Dus er staat in de webshop ook weer een heel leuk nieuw Bella Lulu setje. Knipvel. 9 knipvellen zitten erin. Zou je normaal €18 voor betalen. En dan betaal je nu maar €9,99 voor. Dat is natuurlijk een koopje. En er zit onder andere ook deze in met die konijntjes. Nou vond ik die konijntjes echt wel weer ontzettend schattig.
bij en het papier passen, maar ook bij het hele thema. Het gras, het gietertje, ze zien er gewoon zo schattig uit. Dus dat vond ik eigenlijk zelf wel super leuk. Dus die heb ik van die vellen gekozen. Nou, eens even kijken welke leuk is. Deze vind ik er wel heel leuk, een beetje achter. Kijk, en ik zag ook deze. Die vind ik ook wel heel schattig. Ik kan ook zeggen van, doe er even een beetje eentje voor. En deze ligt gewoon lekker te slapen, hè? Als het ware. Nou, we gaan er even lekker mee spelen. We gaan er even mee stoeien. Ja, ik wil zo wel even kijken in de webshop. Dat is nu een beetje lastig. Maar volgens mij kijkt er ook niemand mee van het team. Anders dan kan misschien iemand even helpen. Maar nou, als ze het horen, dan helpen ze. En anders help ik dadelijk even. Nou, ook hier doe ik alleen de onderkant even wat lijm op. Zodat hij wel vast komt aan de onderkant. En dan kan ik er straks nog iets leuks tussen steken. Nou, die bloemetjes die gaan we even leuk in elkaar zetten. Nou, ik stuur het heel vaak meestal in een bubbeltjes envelop. En dan valt het wel wat mee. Maar wat je ook zou kunnen doen is er bijvoorbeeld wat... het is ook omgevallen. Wat 3D-kit erachter, zodat die bol blijft. Hè? Maar dan heb je wel aan de achterkant dus lijm. Dus dan zou je eerst zeggen van... Nou, ik plaats eerst het konijntje, bijvoorbeeld. En daarna, of als je er iets achter wil, dan zet je eerst dat erop. En daarna doe je het hekje en die bol je op. En dan zet je hem dus vast met wat 3D-kit, zodat hij omhoog blijft staan. Als je hem dan in een envelop doet, dan blijft hij ook omhoog staan. Dus dat zou ook nog wel kunnen. Dat is, dan heb je de stevigheid dat hij ook bol blijft. Nou, gaan we even wat leuke bloemetjes in elkaar zetten. Oh, ik had al wat verschillende kleurtjes uitgestanst. Even kijken wat leuk is. Erbij. Klopt, inderdaad. Yvonne, dat dacht ik inderdaad. Ik weet zo uit mijn hoofd. Ik wil niet de verkeerde dingen zeggen. Want dan komt het straks misschien niet goed. En dat zou ik ook sneu vinden. Maar... heb je al 4 reepjes kaarten gemaakt? Leuk zijn die, hè? Ja, ik vind ze ook zo leuk om te doen. Ik heb ook de groene nog afgemaakt. Dus die zal ik ook nog even plaatsen van de week. Even foto's van maken. Grappig, hè? Hoe gemakkelijk je met zo'n kaart dan ook weer iets leuks kan maken. Nou, dat is met dit eigenlijk precies hetzelfde. Je kan hier gewoon ontzettend veel scènes mee maken. Leuke tafereeltjes. Nou, nu heb ik de konijntjes, maar ja, je kan het ook met een leuk stand. Zet je bijvoorbeeld Ruby, kan je er ook heel goed bij gebruiken. En ja, andere soorten natuurlijk ook wel. Heel veel Bella Lulu knipvellen kunnen er wel bij. Dit is gewoon echt heel leuk om scènes mee te bouwen. En dan heb je zo'n displaymal is daar natuurlijk ook best wel heel geschikt voor. Hè? Dan heb je een leuk modelletje. En natuurlijk super leuk om daar een leuke scène op te zetten. Ook al 3. Iedereen aan de reepjeskaarten, dat vind ik leuk. Ik zag er ook al heel veel voorbij komen. Ik heb er misschien ook nogal wat gemist. Ik ga straks eens even rustig in de groep zitten kijken. Ik was niet zo heel vroeg wakker vanochtend. Daarna nog even snel in de zon, want dat vond ik ook zo lekker. Nou, nu even live, straks even lekker eten. En dan ga ik eens op mijn gemak kijken naar al die leuke kaarten die er al in staan. Die al gemaakt zijn. Superleuk vind ik dat. Bij hobby zit het alleen in een kit. Ja. Oh, nou zeg, dat is een dwarse bloem. Oh, nou zetten we al die bloemetjes een beetje in elkaar. En die gaan we er dan natuurlijk ook leuk tussen steken, want dat maakt het natuurlijk wel zo leuk. Oh, ik zit met mijn hoofd in de camera. Ja, het is al een oud modelletje, Juliette, maar wel heel leuk om te maken. Nou, die kan je er ook weer tussen steken natuurlijk, maar die kan je er ook gewoon voor op plakken. Zo, bij elkaar.
een blauwe erbij. En zo is het altijd super leuk om te puzzelen met je tafereelkaartjes, vind ik. Ah, dat wordt gezellig toch al? Ik hou hier zo van, hè. Ik vind het zo leuk om hier lekker mee om te... Nou, nu plak ik het in één keer vast, maar kan ook... Nou, ik ben niet zo'n hele lange schrijver, hoor. Ik heb wel... vaak ook zoiets van, nou ja, even kijken hoe het ligt. En dan is het ook klaar. Maar soms, dan kan ik ook uren, dan denk ik van, oh, ik vind het toch niet mooi. Ik wil het toch nog even anders. En ja, dan zint het me gewoon niet. Maar echt uren schuiven doe ik eigenlijk niet. Nou, kijk, je kan natuurlijk ook die bloemetjes er gewoon zo los leuk op plakken. Het hoeft niet per se op een steeltje. En zo. Nou, ik vind een gietertje erbij natuurlijk ook wel heel leuk. Even denken, roze. Blauw valt een beetje weg. Of geel. Ik pak die roze, want die springt er wel lekker uit. Dat mag dan ook wel weer een beetje met 3D kit. Hoppakee. Gezellig, toch? Kijk, deze bal ik ook een beetje op. Oh, dan zit ik met mijn lijmvingers aan. En dan spuit ik er gewoon een beetje kit achter. En dan blijft hij ook bol staan. Nou, die zet ik daar neer. Volgens mij zitten mijn konijntjes nog los. Dus die ga ik ook even vastzetten. Ja, die zitten nog los. Nou, die steek je daar een beetje achter. Die komt dan zo even achter het hekje vandaan. Nou, deze ligt lekker in het gras te slapen. Oh, daar zat al wat lijm op, zag ik. Die steken we er ook weer gezellig achter. Die zit lekker te... Lekker te slapen zo achter het gras. En zo bouw je eigenlijk in no time een heel leuk tafereeltje op. Hè? Dat is, ja, het standsetje is daar echt wel heel geschikt voor. In combinatie met die... Oeh, kom maar door met die lijm. Hm. Wat een gezellig kaartje, toch? Ja, een beetje een pasteltinten, hè? Weer heel wat anders dan de felle kleuren. Ik ben wel van de felle kleuren, maar ik vond dit ook wel schattig. Nou, zo kan je dus nog gewoon lekker door blijven gaan. De bloemetjes even aan de kant. Dan hebben we natuurlijk ook die wolkjes nog. Die wil ik er natuurlijk ook op plakken. En in die knipvellen zitten heel vaak ook gewoon teksten. Nou is dit toevallig een Engelse tekst, maar er zijn er ook veel met Nederlandse teksten bij. Maar ik heb wel gekozen om hier eentje uit te halen. Ik heb gekozen voor de tekst You are so bunny. Nou, dat vond ik wel een toepasselijke. En ik denk dat doe ik in het geel, want dan lijkt het net een zonnetje. Die heb ik met een nesting die uitgestanst. Gewoon een willekeurige nesting die. Hier doe ik weer even een klein puntje uit, zodat hij wat omhoog komt. Dat kan hij opdrogen. Dan kan ik dat er weer makkelijk uittrekken. Klopt, anders dan scheurt hij dan heb je meer kans op scheuren inderdaad. Ja, het klopt wel hoor. Maar als je niet te hard doorrilt, dan valt het wel wat mee. Ja. Plots vliegende, wat zie ik? Ik zie iets vliegen. Ik zit buiten aan de tuinplot, een heleboel bijen onder het gat, zie daddy. Ja, dan heb je vast een nest, inderdaad. Of het zijn ook wel van die zwermen, hè? Die kunnen impkes wel ophalen. Nou, die wil ik hier hebben. Dat vind ik wel een leuke positie. Die doe ik even met wat foam tape opplakken, ook een beetje omhoog. You are so bunny. Nou, die zetten we hier een beetje neer. Zo. Nou, dan hebben we natuurlijk die wolkjes. Die ga ik gewoon her en der lekker een beetje opplakken. Het is ook wel leuk om die een beetje in 3D te doen. Zo, wolkje aan de... Nou ja, ik zie het een beetje als een zonnetje. Ik vond het wel een grappig zonnetje.
kleine stukjes foamtape daar even op. Schaar. De bijen die kunnen in een zwerm komen, hè? Dus dat kan heel goed hoor. Moet je even een imker bellen, die komen die ophalen. Die gaan ze dan in een kast zetten. Klein wolkje doe ik weer even aan de grote vast. Nou, ik heb wel heel veel wolkjes. Ik kan natuurlijk ook blauwe wolkjes doen. Maar ja, goed, in mijn optiek zijn de wolken altijd wit. Dus ik hou ze dan altijd wel graag wit. Of misschien soms wel, doe ik er ook wel eens even een heel klein blauw randje aan. Zodat ze een beetje afsteken. Wat lief kaartje toch? Ja. Nou, zo heb je dus aan de voorkant heel snel een heel lief kaartje. Je zou er nog wat meer wolkjes op kunnen doen. Maar ik wilde ook nog even laten zien wat nog wel heel leuk is. Aan de achterkant, want nou, die is dus nu nog kaal. Ik draai hem even om. Ik moet even voorzichtig doen, want ik heb ook kit gebruikt. Wat leek mij nou leuk? Het leek mij nou leuk om er een pocket op te maken. En daar dan nog even een klein kaartje in. Dus ik wilde nog even laten zien hoe ik dat maak. Maar dan moet ik natuurlijk eerst even een basis weer uitknippen. Even kijken of die hier nog uit kan. Oep, mijn rug. Ja, die krijg ik hier nog uit. Dus die ga ik even weer omtrekken. Nou, dat kan ook aan de achterkant. Ik teken hem dus nu aan de voorkant om. Dan moet ik zo even gummen. Zo. Joep, ik ben er weer helemaal stil van, hè? Dan ben ik geconcentreerd bezig. Schaal er weer even bij. Hij heeft natuurlijk twee kanten. Je kan er natuurlijk ook een hele leuke tekst op de achterkant schrijven. Hè? Dus dat is natuurlijk naar keuze. Maar deze kaart leent zich er wel voor om twee kanten te bedrukken. En, of te bedrukken, te beplakken. Ja, en ik ben gewoon echt helemaal fan van die combinatie van die displaymaler met dat tafereeltje, hè? Met die stansen, daar kan je gewoon zo leuk mee bouwen. Nou, nu heb ik er een heel liefelijk tafereeltje mee gemaakt. Maar je kan er natuurlijk ook... Jolanda die heeft vorige week ook een hele toffe gemaakt. Volgens mij staat die er in de webshop wel bij. Dus zou je even moeten kijken in de webshop. Bovenaan mijn live staat wel de link. Nou, als je daar dan in kijkt bij die mallen... Dan zie je, denk ik, de kaart van Jolanda ook wel staan. Die heeft hem met Seashore gecombineerd. Nou, die is ook echt fantastisch leuk geworden. En dan heb je weer een heel ander soort kaart. Nou, en Monika is er ook mee aan de slag geweest. En die heeft hem gecombineerd met... ik ga gewoon even stiekem spieken. Met lentekriebels. Dus die is ook weer heel anders geworden. Dus... ja, zo kan je... oh, hij zit een beetje scheef. Nou, prima. Het ging toch allemaal al mis. Ik heb nu een stukje designpapier gesneden van 4,5 bij 12. En die zet ik nou hier overheen. En die zet ik alleen met even met tacky tape aan de randjes vast. Zo maak je natuurlijk heel makkelijk een pocket. Dan kan je een leuk sieraantje nog aanmaken. Of je doet er even een half rondje even uitstansen. In het midden. Sieraantjes vind ik ook altijd wel leuk aan pockets. Dat ga ik nu even niet doen. Ik ben weer buiten beeld aan het werk, zie ik wel. Beetje hoger. Zo. Even een stansje, even op de gok, een beetje in het midden. Hartstikke idee.
Meet is weten, zeggen ze altijd. Hè? Dus meet het uit, zou ik zeggen. Oh, statische. Nou, valt mee. Nou, heb ik alleen aan de randjes heb ik dus wat, wat tape gedaan. Nou ja, jullie kennen het idee van een pocket natuurlijk wel. Die komt hier overheen. Niet te hard drukken, want dan gaat mijn gietertje weer plat. Dan heb ik hier een pocket. Nou, hij ligt al een beetje in beeld volgens mij. Die kan daar mooi in. Hoe heb ik deze nou gemaakt? Ga ik ook even laten zien. Ik heb hetzelfde mal weer gepakt. Want ik vond het wel leuk dat ik dat model heb. Maar nu heb ik, moet ik even goed zeggen, wel de buitenkant gepakt. Maar ik ben gestopt waar de bocht, zeg maar. Je hebt hier een hoek en hier. En halverwege in deze bocht ben ik gestopt met tekenen. Kijk even of ik hem recht heb liggen. Even een recht stuk kant papier hebben. Zo. Zo waar die bocht eindigt. Daar stop je met tekenen. Zo. En die verbind je dan aan de onderkant. Doe je ongeveer, hoeveel centimeter heb ik gedaan? Vanaf dat punt nog ongeveer 6 centimeter naar beneden. Nou, dat kan iets meer, dat kan iets minder. Dat komt niet heel precies. Teken je daar even een lijntje. En dan kijk ik. En dat doe ik op deze kant ook. Dan trek ik hem even door. Naar onderen, wat verder. En dan gaan we hem uitknippen. En dan kan je hem aan de onderkant kan je hem dan weer mooi recht afsnijden. Op het punt waar je net een streepje op 6 centimeter hebt gezet, leg je hem in je snijmachine. Of je doet hem uit de hand, dan wordt hij misschien niet helemaal recht. Maar dat, het is handwerk, dus dat mag natuurlijk ook. Zo, hoop. Nou, het gaat allemaal mis vandaag, dames en heren. Ik heb de heren meekijken vandaag. Nou, ik had een puntje gezet op ongeveer 6 centimeter vanaf dat boogje. Je legt hem in je machine en dan heb je zo een leuke, leuk label voor in je pocket. Nou, dan wil je natuurlijk ook nog je een matlaagje op hebben. Nou, dan pak je gewoon de binnenste. Dat doe je op dezelfde manier. Die had ik al even getekend. Nou, qua lengte laat ik hem even iets langer, want dan kan ik hem gewoon op maat snijden zodra ik hem erop leg. Want dat is het makkelijkste, want hij wordt natuurlijk nooit bij iedereen ongeveer even lang. Ja, is gewoon een cirkelponsje is dat. Gewoon een klein cirkelponsje en dan maak je daar heel makkelijk een half rondje mee. Ja. Nou. Die komt daar dan zo op. En dan kijk ik even. Nou, ik wist al dat hij wat te lang was. Ja, mijn potlood is bijna op. En dan zet ik ongeveer een halve centimeter boven de onderkant even streepjes. En dat snij je dan ook weer uit. Leg je hier beide streepjes in het gootje van je snijbord. Potlood uitgummen. Zo. Nou, bij die andere moet ik ze ook nog even gummen. En die komt dan hier weer op. En dan heb je net even een beetje een ander achterkantje. Dan kan je er nog een gaatje in doen en een lintje natuurlijk. Nou, als je die dan hier insteekt, dan heb je nog een leuke extra gelegenheid. Wat ook leuk is om er bijvoorbeeld als je een verjaardagscadeautje hebt, dat je er nog geld in stopt. Maar dan heb je nog een extra mogelijkheid om nog een pocket te maken. En dan ja, heb je twee delen. Het enige is als je er een pocket op maakt. Nou, zoals je ziet, dan wordt hij wel een beetje zwaar.
Dus maak daar niet te veel op. Want dan gaat hij omvallen. Hij blijft nu nog wel gewoon staan zoals je ziet. Maar als je er te veel op doet, dan wordt hij natuurlijk zwaar. En dan gaat hij een beetje kantelen. Dan valt het op zich nog wel mee. Zie, hij gaat nog wel. Nou, dan hier nog even wat opdoen. Maar dan heb je dus in een eigen handomdraai een ontzettend leuke kaart om weg te geven. Hier misschien nog een leuke tekst op maken als je dat nog leuk vindt. Ik ben altijd zelf wel van het heel simpele. Dat weten jullie misschien inmiddels. Maar nou ja, zoiets maakt het natuurlijk net wel eventjes weer een beetje meer af. Dit ga ik nog even een beetje aankleden. Maar dat doe ik even buiten beeld. Zometeen natuurlijk even lekker een hapje eten allemaal. Maar ik wil het ideetje wel even met jullie delen. Dat het natuurlijk ook nog een hele leuke mogelijkheid is om daar dan nog een pocket in te maken. Nou, ik ga hem straks even op mijn gemak nog even helemaal verder afmaken. En dan deel ik de foto's natuurlijk in de groep even. Nou, bovenaan mijn lijf staat eventueel de link wel. Dan zien jullie nog meer voorbeeldjes met deze display mallen staan. En er staat ook nog een video bij, ook nog. Is misschien ook nog leuk om te kijken als je die nog niet gezien hebt, van Monica. En dan wil ik jullie in ieder geval voor nu hartstikke bedanken voor het kijken. En nog een hele fijne zondag wensen. En ik hoop dat het toch nog een beetje mooi weer voor iedereen aankomt. Hele fijne zondag. Doei doei.